Ten tijde dat de huizenmarkt compleet op zijn gat ligt, zijn er mensen die jarenlang en urenlang op hun gat zitten om hun wereld van woningbouw in elkaar te zetten. En dat doen ze met heel veel precisie en geduld. En hoe dat eruit ziet, dat kun je zien hier in de Amerikahal tijdens de Dolls House Nederland Show. En daar zijn we bij. Ja, en hier binnen is het echt feest. Daar vind je van alles en nog wat op het gebied van poppenhuizen en miniatuur. En als je zo rondkijkt, dan ga je echt afvragen, wie maakt dat in hemelsnaam? Nou, een van die mensen die bijvoorbeeld Apeldoorns huisje maakt, of huusje, zoals ze dat in Apeldoorn noemen, dat is Kees. En die maakt ze gewoon. Hoi, Kees. Hallo. Hoe lang doe je dit al? Ik doe dat, ik heb het eerst als hobby gedaan een jaar of 7, maar ik doe het al 20 jaar professioneel, echt dat ik de hele dag ermee bezig ben. Dus je bent daar echt helemaal professioneel als vakman mee bezig? Ja, met mijn vrouw doe ik alles zagen en frezen en plakken en dan weer schuren. En dan het eindresultaat gaan we naar poppenhuisbeurzen en daar bieden we het aan voor een leuke prijs. Ja. Je zei het al, het begint met een hobby, maar hoe begin je aan zo'n hobby? Hoe kom je op het idee om dit soort dingen te doen? Nou, dat is heel per ongeluk. Ik heb 32 jaar in de houtindustrie, biljarts en prijzenkasten. En toen maakte ik als hobby molens voor in de tuin. Maar er was één groot nadeel aan. Molens voor in de tuin moet je 4 à 5 keer verven. En als ik ergens een hekel aan heb, is het verven. Toen zei mijn broer op een ogenblik van dat je geen poppenhuismeubeltjes gaat maken. Want die willen blank en de mensen willen het zelf verven. Dus ja, een huis willen ze blank hebben en ze richten het zelf in. En zo werkt het eigenlijk. Dus toen zijn we overgegaan van de molens uit de schuur en poppenhuis. Nou, toen kwamen we in Arnhem in de Koehoorn. Dat was de vroegere voorloper van de Rijnhal. Nou, het was niet te geloven, zeg. Je komt mijn ogen en oren en handen tekort. Want ik heb toen deed ik het nog als hobby. Maar na gauw een half jaar deed ik een dag minder werken bij mijn baas. En twee jaar later heb ik gewoon gezegd, ik moet stoppen. Want al mijn zondagen, snipperdagen gaan op. Dus. En mijn baas zegt, joh, probeer het. En als het niet gaat, kom weer terug. Maar ik ben nooit teruggegaan. Zo groot is de vraag, maar ja. Maak je dus puur en alleen Apeldoornse huizen of wat anders? Nee, Apeldoornse huizen is één van de 50 huizen die op onze site staan. Want we hebben hele grote huizen. Apeldoorn is een klein huisje, maar we hebben ook huizen van 1,50 meter bij 1,50 meter. Zo, doe maar. Ja. Dus je kan er bijna in gaan wonen? Nou, in gaan wonen niet. Het is allemaal, bijna, hè? Het is allemaal schaal 1 op 12. Oké. Hoe verklaar je dat mensen dit helemaal te gek vinden om dat te gaan doen? Zoveel mensen, want er zijn nogal wat mensen die dit graag doen. De mensen willen wat te doen hebben. En ja, het is onze leeftijd. Ik ben namelijk ook tegen de 64 aan. En het is een paar jaar met de crisis natuurlijk stil geweest bij iedereen. Maar je komt nu in een geboortegolf van mijn leeftijd. Die mensen komen met de fut. En het is een hobby voor zowel man als vrouw. Eigenlijk nog meer mannen die, laten we zeggen, het huis ingerichten. En de vrouw die koopt interieur en die gaan het inrichten. Het is een hobby voor samen. En als je s'avonds bezig bent, kan je niet stoppen. Nou ligt de huizenmarkt plat.
overal in de wereld, maar bij u niet, hè? Nee, bij ons ligt de huizenmarkt zeker niet plat. Nee, dus je hebt er geen vergunning meer nodig. Je kan gewoon in je huis een huis. En als je er eenmaal begint, de mensen zijn gewaarschuwd, je komt er niet vanaf. Nee, echt niet. Hoe lang bent u daar nou mee bezig om het zo te hebben? Zo te hebben? Nou, we leveren het niet zo af. We leveren de ramen en de deuren los. Want anders kan je de ramen er niet meer uitschuiven. En dan zitten de mensen met verf met een groot probleem. Dus ze worden casco geleverd met de losse onderdelen. Ja, maar goed, u moet het wel maken, neem ik aan. Dus ongeveer? Per huisje? Nou, per huisje doe ik toch wel een uurtje aan een huisje. Als ik... Oh? Ja, nee, kijk, we maken er van huizen, kleine huizen. Als je het Apeldoorns huis kunt, maken we toch een 80 gelijk. Want anders is het niet te doen. En ja, grotere huizen die maken 1 of 2 in een week. Dus dat ligt aan het huis echt. Nou, heel veel succes. Ik heb begrepen dat u staat hier nog een dag. Ja. Maar u heeft zowat geen huis meer te kopen. Ik heb vanmorgen geen huis meer, want ze zijn, het is te hard gegaan. Ja, je kan het niet voor de eerste keer niet indelen. Dus, en de mensen die hem nodig hebben, zullen toch een paar maanden moeten wachten. Want ik moet nu dingen maken die ik even voor het Apeldoorns huis laten vervallen heb. Heb ik begrepen dat in april is er weer zo'n prachtige show hier in Apeldoorn. Dus mensen kunnen dan alsnog weer hier komen. Bent u er ook bij dan? Ik ben er zeker bij. En als mensen in Apeldoorns huis kunnen, zou ik wel van tevoren onze e-mailadres even aan. Want er zijn er vandaag verschrikkelijk veel teleurgesteld weggegaan. Dus ja, je kunt er wel 100 maken, maar je weet het niet. Ik vond 80 al veel, maar dit is wel erg. Het is wel heel snel gegaan, hè? Het was voor het hele weekend bedoeld, maar dat is niet zo dus. Ik denk dat een makelaar nu hartstikke jaloers op u is. Zou het niet? Nou, dat denk ik ook. En de huizenmarkt ook wel, ja. Dus, in één dag 80 huizen verkopen, dat gaat snel, hè? Ja, dat gaat eigenlijk te snel, ja. Dat is, ik weet niet hoe ik het morgen moet verantwoorden. Nou, hartstikke bedankt en succes. Oké, bedankt. Niet alleen op deze beurs mooie kleine woningetjes waar je van alles en nog wat in kunt doen, want daar gaat het ook om, de detail. En die hele kleine spulletjes zoals tafeltjes, stoeltjes, allerlei accessoires, die maakt deze meneer Bert Aerts. En het mooie ervan is, hij maakt niet alleen maar die tafeltjes en die stoeltjes, maar tot aan het gekste aan toe. Zelfs een modelbaan zo klein. Of een jukebox zo groot. Maar het beweegt ook nog en het geeft nog licht ook. Bert, ik vind het geweldig. Hoe doe je dat? Ja, dat vergt veel voorbereiding. Want ik probeer het zo natuurgetrouw mogelijk naar de werkelijkheid na te bouwen. Dus dat vergt veel research. Maar het resultaat is er dan ook naar. Het is een dankbaar onderwerp van de mensen, want ik geef er ook workshops in. En na een dag werken gaan de mensen dan ook met een werkend modelletje naar huis. Ja, dat is helemaal mooi, maar dit is een prutswerk waar je u tegen zegt. Gebruik je een enorm groot vergrootglas daarvoor, nee, of hoe doe je dat? Nee, gewoon met het bloot oog. Ik heb mijn hele leven modelbouw gedaan, dus voor mij is het eigenlijk normaal om op deze manier te werken. Ja, maar dat hele kleine priegelwerkje wat ik daar zo zie, ja, dus die jukebox en ik zag net dat hele kleine treintje, nou met het blote oog nauwelijks waarneembaar, zou ik bijna willen. Tot in de detail heel klein. Dat kan toch niet zonder vergrootglas, of wel? Ja, kan best. Ja, ook de mensen die bij mij workshops doen, die doen dat ook gewoon zonder vergrootglas. Maar dat zijn miniaturisten die dit dus als hobby doen en die zijn gewoon gewend om op deze schaal te werken. Dat is geen probleem.
Ja, dat wilde ik vragen, want er zijn mensen die doen dit als hobby, maar er zijn ook mensen, dat hoorde ik net, ook als beroeps. Hoe zit dat met u? Ik ben beroeps, inderdaad. Ja, dit is mijn werk. Hoe is dat zo gekomen? Uit hobby. Ik doe dit al ruim 15 jaar als hobby. En op een gegeven moment heb ik de omslag gemaakt om daarmee een werk van te maken. Haalt u de materialen vandaan? Of is dat het geheim van de smid? Ja, ik heb heel veel adresjes in de loop der tijd gevonden. Waar ik ook via groothandels allerlei materialen van betrek. Dat klopt. Wat is het meeste wat u gebruikt? Is dat hout of is dat metaal? Wat is het? Het meeste is hout, maar ook wel kunststof. Kunststof toch? Ja. Dat is polystyreenplaat wat in de modelbouwwinkels verkrijgbaar is. En dat kun je net zo makkelijk verwerken als hout. Wat vindt u nou zelf het allermooiste pronkstuk wat u tot nu toe gemaakt heeft? Staat dat hierbij? Dat een van de mooiste, dat is het weefgetouw. Dan moet je toch wel engelen geduld hebben om dat te kunnen maken, hè? Ja, dat klopt, want dit is naar de werkelijkheid gebouwd. En dit is een zogenaamd vierschachts weefgetouw. Met zogenaamde schemels en trappers, waar ieder een eigen draadje op een aparte plek hebben zitten. En ook de draadjes waar de scheringdraden, of de hevels waar de scheringdraden doorheen lopen, dat is precies naar de werkelijkheid nagebouwd. En dit is echt ook een monnikenwerk om dit te maken. Voor dit bouwen is voor mij geen probleem, want je moet alleen veel geduld hebben. Je moet natuurlijk handvaardigheid, maar ook geduld hebben. Om dat gewoon net zo lang door te gaan tot het lukt. Dat is, ik denk, ja, en natuurlijk ook de bevlogenheid om iets in de miniatuur na te maken. Dus je moet dus de passie moet je hebben, de handvaardigheid en het geduld. Dat zijn eigenlijk drie belangrijke dingen. Nou, ik wens u heel veel succes. Ik weet niet wat uw volgende project is. Heeft u daar al enig idee over? Of heeft u nog zoiets van, nou dat wil ik eigenlijk nog het liefst een keer maken? Ja, ik ben nu eigenlijk bezig met een jukebox uit de jaren 20. Dus dat is eigenlijk niet met platen, maar daar zit dan een soort xylofoon in. En een soort cilinder, zoals een speeldoos. En met een hele ouderwetse kast. En daar ben ik nu bezig om dat te ontwikkelen. Nou, ik wens u veel succes en nog een heel fijn weekend. Graag gedaan. Een huis met een dak en een schoorstenen pop. Het huis is van mij, in het huis woont de pop. Een bad en een keuken, een trap en een gang. Een kleed in de kamer en bloemenbehang. Wat we hier op deze gezellige show allemaal tegenkomen, hou je niet voor mogelijk. Maar dit is denk ik toch wel het meest mooie pronkstuk wat je maar tegen kan komen. En het heeft hier aan de Arnhemse weg gestaan. Want weet ik niet of dat er nog is, maar in ieder geval was er ooit een fietsenmaker aan de Arnhemse weg. En een van de nazaten, moet ik eigenlijk zeggen, is Nel. En Nel, hallo, jullie zijn zo aardig geweest dit na te gaan maken. Waarom is dat eigenlijk gebeurd? Nou, de hoofdreden was eigenlijk dat wij vertelden hoe wij vroeger woonden aan de Arnhemse weg. En dat kinderen het niet geloofden, want dat bestond niet met zoveel kinderen. Kan je niet in zo'n half huis wonen. Dus daardoor zijn we het echt gaan maken. En ook een beetje een poppenhuis voor de kleinkinderen. Maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gelukt, zeg maar. Met een aantal kinderen, hoeveel kinderen? 11? Ja, 11 kinderen hadden we dus thuis. En dat zat allemaal bovenin? 7 jongens en 4 meisjes. 7 jongens en 4 meisjes? 4 meisjes, ja. Hele leuke broertjes. En hoe kom je dan op het idee om dit zo na te maken? Nou ja, ik wilde eigenlijk een poppenhuis maken. En toen heb ik dat overlegd met Alfons en zei, oh leuk, doe ik mee. Dat is je broer, hè? Ja, Alfons is mijn jongste broer. En hij zei, dan ga ik meedoen. Ik zei, leuk voor de kleinkinderen om in te spelen, maar ja, het werd zo mooi. En dan erbij, het is helemaal van karton, hè? Het is geen houten huis, hoor. Oh, dat zou je niet zeggen, want als je dit zo ziet dan... Dat bedoel ik, ja, maar dat kan, Alfons die kan dat. Het is allemaal karton. Hier en daar een latje om een verstevigingetje in een hoek te maken. Maar verder is het, goed. En dan helemaal op schaal. En dan werd het toch te klein om...
en te teer eigenlijk om voor kinderen om mee te spelen. Dus dat ging niet gebeuren, dat mocht niet. Die fietsen zijn nou niet bepaald van karton gemaakt, neem ik aan. Zijn die ook helemaal zo? Van karton en een ijzerdraadje hier en daar. Ja, Alfons is maquettebouwer, dus je weet niet wat je ziet dat die gozer allemaal maakt. Nou, ik sta er ook met hele verbazingwekkende ogen naar te kijken hoe dit gemaakt is. Maar dat is al heel erg prachtig en in de detail ook nog eens. Ja, ook de fietstasjes en de trappertjes, het stepje, zadeltjes. Het is allemaal karton. Dat is heel bizar. Nou staat het hier, maar waar staat dat dan normaal bij jullie thuis? Ja, Alfons op zolder, helaas. Op zolder? Ja, maar kan je in je kamer hebben? Nee, maar ik zou zeggen, nou, ga eens naar Coda, naar het museum. Ja, of... Nee, die vonden het niet zo interessant. Dat meen je niet. Echt waar, hebben we geprobeerd. Die meneer van Coda vond het niet zo interessant voor het museum. En toen en op uitnodiging, het heeft in Hees gestaan, hè, 10 jaar, het Poppenhuizenmuseum in Hees. Maar dat is opgeheven en nou zaten we er weer mee. Dus er moest naar de zolder. Ja, ja. En voor de rest, het staat nu hier, maar staan jullie ook ergens anders nog? Dit is op uitnodiging van een mevrouw Nellestein, meen ik dat ze heette. Die heeft daar gewerkt en die zocht ons eigenlijk. En die is via aan ons adres gekomen. Ze heeft gevraagd of dat niet naar de Amerikahal mocht. Nou, toen zei Alfons, oh, is een goed idee, want dan krijgen we wat belangstelling. En dan kunnen we misschien een permanente plek ergens krijgen. Want er komen van allerlei mensen. Gaan we nu doen. Als je een museum hebt of ruimte hebt wat publiek toegankelijk is. Ik vind ook dat dit een vaste plek in Apeldoorn moet hebben. Want dit is ook eigenlijk een monument, laten we eerlijk zijn. En daar zijn we helemaal plat op, hier in Apeldoorn. Dus dit zou niet op een zolderplekje ergens bovenin in het stof moeten verdwijnen. Dit moet gewoon een vaste plek in Apeldoorn krijgen, vind ik. En ik vind het heel raar dat Coda dat niet doet. Dus mensen van Coda, denk nog eens even na. De vraag is, hoe lang hebben jullie hier aan gewerkt? Vijf jaar. Eén keer in de week kwam Alfons een avond bij mij. En dan waren we echt driftig aan het prutsen met z'n tweeën. En door de week deden we natuurlijk ook nog wel het een en ander. Maar hij had een baan en ik werkte ook. Dus dat heel veel in de avonduren. Dan is dat toch heel snel gegaan en heel gedetailleerd. Heb je dat nagekeken van tekeningen of foto's? Blauw drukken. En het huis staat er nog. Het pand staat er nog, ja. Maar ja, goed, wij zijn daar niet meer. Na Harleman zijn we daar nooit meer in geweest, in dat huis. Nou, ik wens u heel veel plezier en ik hoop dat dit inderdaad een vaste plek gaat krijgen hier in Apeldoorn. Dat moet gewoon toch. Daarvoor heb ik bloed, zweet en tranen nu. Dat is echt een ding. En zo is dat. Bloed, zweet en tranen. Hey, jij, ben je thuis? Kom op bezoek.